Lief schat. Oh. Oké. Okay. Verrassing. Beste Jessica en Davy, jullie 24 uur date zit er bijna op. Maar voordat jullie het 24 uur gesprek gaan voeren, zetten we jullie voor een spannende keuze. Oh, hemel. Op dit moment zit er in het andere appartement een vrijgezel die ook je ultieme match kan zijn. Je hebt nu twee opties. Voel je romantische klik met je huidige date en kies je voor een verlenging? Of beëindig je deze date en ga je opnieuw 24 uur op date met een andere vrijgezel? Oh, nee. Oké. Om deze keuze iets te vergemakkelijken, zien jullie de foto's van de vrijgezellen aan de andere kant. Je weet echt helemaal niks van hem of haar, dus je zal pure keuze moeten baseren op de kennis die je nu hebt. Wanneer de keuze valt op de vrijgezel uit het andere appartement, neem je afscheid van je huidige date. Maar let op, de vrijgezel in het andere appartement zal ook voor jou moeten kiezen. Kies deze vrijgezel om zijn of haar date te vervolgen met zijn huidige date. Dan eindigt jouw avontuur bij lang levende liefde. Heel veel succes met het maken van je keuze. Nee! Dit dus, hè? Oh, wat naar. Oh. Nou, deze is voor jou. Deze is voor mij. Oké, ik kan vast gaan denken. Heb je al een idee? Ik weet niet zo goed. Lastig, hè? Het is, je wil iemand wel de kans geven, maar aan de andere kant, als je veilig zit, ga je dan opgeven wat je nu hebt. Dat het weer helemaal de verkeerde kant op kan. Een betere kant natuurlijk. Ja, je kan niet meer terug als je eenmaal je keuze hebt gemaakt. Maar wat vind je van een meisje op een foto? Is het je type? Ja, op zich wel een knappe meid. Vrede wel. Zeker wel, een hele mooie meid. En heel anders dan dat ik ben, natuurlijk. Ja, ik heb het wel aan mijn zin gehad. Ik vond het gezellig. Met vrienden heb ik het ook heel gezellig. Maar ja. Vertel. Ja, kijk, ik vind je een hartstikke leuke meid. Ik heb het super gezellig gehad en aan mijn zin. Maar ik denk niet dat ik ga verlengen. Mm-hmm. Ik vind het toch meer dan twee zeggen, ja, gezellig vrienden. Ja, dus ik denk niet dat het voor mij wat meer in zit. Duidelijk. Nou, ik had gekozen om wel te verlengen, maar inderdaad wel om dezelfde reden als dat jij dus niet verlengt. Ja. Maar dan om te kijken juist of er nog wel iets in zat. Maar vanochtend hebben we die envelop gekregen om te kijken of we willen verlengen met iemand uit het andere huis. Wat is jouw keuze? Op de foto vond ik jou wel een leuke uitstraling hebben. Zag er goed uit en benieuwd naar het volgende avontuur. Ja, wie weet. Ik hoop dat ze voor jou verlengt, anders wat doet ze hiernaast? Kan je ook je spullen pakken. Ja. Hoi. Hoi, Wiebke. Ik ben Jessica, hi. Hoi. Alles goed? Goed hoor, ja, ja, met jou? Ja, ook prima, ja hoor. Ja, een beetje een leuke date gehad. Ja, was op zich wel leuk. Ja? Ja, wel gelachen en plezier gehad. Hoi. Hoi, Priscilla. Davy. Aangenaam. Ja, hoe is het? Lichtelijk gespannen. Ik wou zeggen, hoe is het, de zenuwen? Ja, nou ja, bij jou hetzelfde, hoe is het met je zenuwen? Gaat wel. Ja? Dus als je het eenmaal een beetje gewend bent, dan komt het wel. Zo is het ook. Zullen we even lekker zitten? Ja, in ieder geval, dan anders blijven we zo statig staan. Ga lekker zitten. Nou, haar keuze was in ieder geval om dan dus met mij ook niet te verlengen. Om met hem te kijken of dat ze wel de romantische klik had. Ja. En ik heb diezelfde keuze gemaakt. Oké. Ja, ik heb ervoor gekozen om te verlengen met mijn huidige partner. Dus helaas. Ja, nee, het is niet anders. Dan houdt het helaas op. Ja. En gaan we beide ons eigen weg. Spullen pakken en gaan. Betrekken. Nou ja, in ieder geval wel bedankt. En, ja, wie weet in een andere tijdperk dat ik je nog eens zie. Tijdperk? Ja, nou heel erg bedankt in ieder geval. En, heel veel succes, veel plezier. Ja. Hoi, hoi. Doei. Ja, ik kreeg natuurlijk jouw foto en ik had een leuke lach. Nou, dus we zijn allebei in ieder geval op basis van de foto wel positief. Ja, toch? dat is een mooi teken. Ja, dat is al een begin. Lang leven de liefde is vrij.